KV Mechelen zette recent zijn allereerste babystapjes in de continu groeiende wereld van e-sports. Met heel veel lust en een gezonde dosis goesting durfden ze als een van de allereerste Belgische voetbalteams deze uitdaging aan. Zo willen ze alles waar het merk KV Mechelen voor staat, namelijk een warme club met supporters voorop, en wat zal aanbieden aan hun loyale supporters, ook delen met de rest van de wereld. De huidige aanwezigheid van KV Mechelen in de markt van e-sports heeft al een aangename basis, maar zowel wij als jullie weten dat de volgende upgrade een moeilijke, maar heel belangrijke stap zal zijn. Maar die durven wij gerust samen met jullie aan te gaan. E-sports wordt steeds populairder en het is dan ook logisch dat steeds meer mensen de e-sportwereld gaan ontdekken. Maar wat wij willen bereiken is dat KV Mechelen daarvoor de reden is. Dat mensen dan ook KV Mechelen rechtstreeks gaan koppelen aan de e-sports. Maar momenteel is de sociale media van KV Mechelen nog niet uitgewerkt. Je leert het merk dus niet echt kennen. Daar moet verandering in komen als je fans wilt bereiken en nieuwe fans wilt maken. Wij stellen onze strategie graag voor met behulp van een ideaal scenario. Tim is 17 jaar oud en hij speelt graag CSGO met zijn vrienden. Dit heeft hij tot nu toe altijd online gedaan. Na een tijd lang te hebben gezocht, heeft hij uiteindelijk met ze kunnen afspreken op een door KV Mechelen georganiseerd e-sports toernooi van League of Legends. De toegangsprijs die bedroeg 5 euro per persoon. Zo kon hij ditmaal met zijn vrienden samen genieten van live gameplay en commentaar. Tussen de wedstrijden door kregen ze op het grootscherm aftermovies te zien van de groepsreizen. Bij de afkondiging van de prijzenpot hoorden ze dat er 2 VIP-tickets bemachtigd kunnen worden voor deze geplande reizen, gesponsord door Mercedes. Mercedes is namelijk al een huidige sponsor van KV Mechelen en voorziet daarbij ook bussen voor deze geplande reizen. De tickets kunnen ook bemachtigd worden in de KVM. Bij het rondwandelen op dit evenement komen ze uiteindelijk een standje tegen waarbij ze door iemand geïnformeerd worden over Epic Game. Zo komen ze onder meer te weten over hun website en dat deze meer informatie bevat omtrent verantwoord gamen. En waar ze zelfs consultaties kunnen vastleggen indien ze hulp nodig hebben. Voor velen lijkt gamen heel negatief. En ik kan dat niet ongelijk geven. Gamen is verslavend. Het is zelfs zo dat ieder jaar het aantal gameverslaafden toeneemt. Maar gamen heeft ook heel wat positieve aspecten. Zo is er zelf een universiteit die beweert dat gamen gelukkig maakt. Maar wat is KV Mechelen daar nu eigenlijk mee? Wel, KV Mechelen houdt zich bezig met de gezondheid en het welzijn van de mens. Dat is duidelijk wanneer je kijkt naar de activiteiten die zij organiseren. En daarom is Happy Gamer een organisatie met een eigen website waarop je een afspraak kan maken met een psycholoog of een coach. Deze leert je en helpt je verantwoordelijk omgaan met gamen. Dat doen ze door te luisteren naar je eisen, je doelen, je interne en externe problemen. En op basis daarvan gaan zij voor jou een schema opstellen. Op deze manier kunnen verslavingen verminderd en vermeden worden. Ook kan je online lessen volgen, tutorials bekijken, tips en tricks die gegeven worden door content creators, zoals Eefje de Poortere. En als laatste houdt Happy Game zich bezig met het onderzoeken van de effecten van gamen. Met die onderzoeken winnen ze dan het vertrouwen van de fans. En uiteraard tonen ze ook aan dat die gamen veel meer is dan een verslaving. Offline events komen degelijk wel op in de e-sportswereld. Wie gaat er nu naartoe? De meerderheid van de eventgangers zijn 82% mannen tussen de 18 en 35 jaar. Maar ze zijn niet allemaal e-sport freaks, waarbij zelfs 41% van de mensen die aanwezig zijn op deze events zelfs niet geïnteresseerd zijn in de spellen. Dit stelt dan de vraag, waarom gaan ze dan hier naartoe? Blijkt dat 61% van de mensen gaan naar dit soort events om hun online vrienden te ontmoeten waarmee ze dan al jaren samen mee spelen. Maar het blijft niet bij dat, want 41% gaan naar e-sport events om nieuwe mensen te ontmoeten en connecties te maken. E-sport events zijn wel degelijk aanwezig in België, maar de doelgroep wilt meer. Dat valt te zien. 67% van de mensen die jaarlijks gaan, willen meer events en meer frequent. En ze zijn hiervoor ook bereid om te reizen buiten hun steden. 38% zal zelfs naar een ander land of continent reizen voor events. Maar puur e-sports events zijn niet alleen wat ze willen. Een groot aantal van de mensen gaan ook daarnaast graag naar regionale LAN-parties en gaming meetups. Aan de hand van deze feiten creëren wij de KVM eSports Hub. Dit wordt de plek voor mensen, oud en jong, en mensen die geïnteresseerd zijn of nieuwsgierig zijn in eSports.
In de hub worden er verschillende ruimtes voorzien waar mensen hun e-sportspellen kunnen spelen, kaart- en bordspellen, een kleinschalig escape room, minivoetbal en een lounge met een bar. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen zijn plek er kan vinden. Hierop kan zeker nog op voortgebouwd worden met een groot aantal opties, inclusief een plek om events te creëren zoals lokale toernooien, LAN-parties, charity streams en andere community events. Nu zijn er twee soorten e-sportkijkers. Zij die via online platformen, waaronder YouTube of Twitch, naar hun favoriete team gaan kijken en ervoor supporteren. Yes! En je hebt zij die bereid zijn om fysiek zich te gaan verplaatsen naar grote sportarena's of stadions, om zo het evenement live te kunnen meemaken. Want naast de streams op videoplatformen, vullen zulke e-sportswedstrijden ook volle arena's. Dit maakt big business van e-sports. Zo bracht de gamewedstrijden in 2016 al zo'n 300 miljoen euro op. En in 2019 vergrootte deze opbrengsten zelfs tot zo'n 1 miljard euro. Onderzoek wijst uit dat meer en meer organisaties zich aan het richten zijn op live events in e-sports. En dit is niet zonder reden. Zo zijn er in 2019 wereldwijd al zo'n 737 evenementen gespeeld. En dit vaak in grote sportstadions of evenementenhallen. Wij stellen daarom voor om live e-sports evenementen te organiseren, waarbij er gebruik wordt gemaakt van het AFAS-stadion. In samenwerking met partners, waaronder Telnet, kan u zo gebruik maken van een van de zalen, of de Grand Café, om een plek te bieden aan e-sports-enthousiastelingen, waar zij op groot scherm lokale en op lange termijn internationale wedstrijden kunnen bekijken, met het merk KV Mechelen dat ervoor heeft gezorgd dat ze aan elkaar werden verbonden. Welcome to Gamescom. Events en toernooien als Gamescom, de World Champs en E3 zijn het walhalla voor elke gamer. Jammer genoeg zijn er wel extreem weinig grote gebeurtenissen rond gamen in de lage landen. Maar vele gamers willen er wel eigenlijk super graag ooit eens naartoe om echt wel zo eens een ervaring mee te maken. Maar durven soms niet echt de stap te nemen om toch zo'n grote trip alleen of met een kleine groep vrienden of zo aan te gaan. Maar daar willen wij de oplossing voor bieden. KV Mechelen zou dan een aantal verschillende geplande reizen aanbieden aan de gamers in de Benelux. En in ons aanbod voor events met een jonger doelpubliek, zoals bijvoorbeeld Fortnite, is er dan wel uiteraard meer toezicht en ietsje minder vrijheid. En we willen natuurlijk niet zomaar een simpel reisje aanbieden. Het is wel degelijk de bedoeling dat eens ze aankomen, ze wel degelijk samen naar de events zouden willen gaan. Het gevoel van samenhorigheid zal voelbaar zijn. De gamers komen terecht in een groep waar ze zichzelf thuis voelen. We brengen ze niet gewoon naar een onvergetelijk event, maar we brengen ze daar samen naartoe. Ze vertrekken als individu, maar komen aan als groep. Bijkomend zijn er ook nog twee VIP-tickets verkrijgbaar die willekeurig naar twee ingeschreven personen zouden gaan of die te winnen kunnen zijn op een van onze andere events, zodat de inschrijvingen toch een extra boost zouden krijgen. Dit VIP-ticket houdt in dat zij dezelfde beleving zullen ondergaan als de echte pro-gamers, wat dus betekent dezelfde voordelen op hotel, dezelfde soort kamer, sneak peeks bij de teammeetings, backstage passes, meet and greets met spelers en staff, merchandise, echt alles erop en eraan.